de mensen die vandaag aan het woord komen, dat is eigenlijk de elite binnen die Afrikaanse gemeenschap. En dat mogen we dus niet vergeten. Hè. Het feit dat wij hier vandaag zitten, dat is misschien omdat we gestudeerd hebben, omdat we een bepaalde functie hebben en zo verder. Maar je zit in onze samenleving met een zeer grote groep die dus geen stem heeft. En ik denk dat het belangrijk is om ook echt wel de link te blijven maken met die groep. En als je kijkt naar de politieke, socio-economische situatie van die groep, dan zie ik heel weinig reden om echt zeer blij of vreugdevol te zijn. Ik denk dat we die pijn waar we het over hebben, moet echt wel een plaats hebben. Die moet ook erkend worden, eerst en vooral door onszelf. En we moeten als zogezegde intellectuele elite ook steeds en opnieuw die link proberen te maken met die groep, die onzichtbare groep, die eigenlijk op dit moment en in dit hele maatschappelijk debat eigenlijk geen stem heeft. En mijn vrees is soms een beetje dat we gedeconnecteerd zijn met die groep. Niet alleen de groep hier, maar zelfs de groep in Afrika. En ik weet dat dat dan ook weer gaat over die verantwoordelijkheid. We kunnen niet onszelf die verantwoordelijk geven om de woordvoerder te zijn van al die mensen hier en al die mensen daar in Afrika. Maar we moeten wel weten, als we op een bepaald moment een debat lanceren over standbeelden van Leopold II. En ik vind ook dat die standbeelden ofwel een deel moet vertrekken of beter moet geduid worden. Maar dat we ook niet mogen vergeten dat voor een heel groot deel van die Afrikaanse gemeenschap, want dat blijkt ook zo uit studie, die standbeelden totaal niet belangrijk zijn, totaal geen prioriteit zijn. Maar dat mensen wel wakker liggen van werk, een job hebben. Dat ze wakker liggen van het huren van een appartement. Dat ze wakker liggen van onderwijs van hun kinderen. Dat zijn de thema's ook die we moeten kunnen behandelen als we het woord krijgen. En ik vind dat dat op dit moment eigenlijk te weinig gebeurt. We zitten te veel op die symbolische dossiers, waardoor we eigenlijk als bevoorrechte figuren toch wel, want dat moeten we ook durven erkennen, er niet altijd goed in slagen om goede woordvoerders te zijn van die grote onzichtbare groep. Ja. We hebben uiteraard geen mandaat gekregen van die groep, maar als je op een bepaald moment dan toch jouw stem en jouw mening mag delen, dan moet je ook echt wel durven gaan ook wel naar die basis. En die basis is heel anders. En in die zin vind ik het voor mezelf altijd zeer verrijkend om te weten dat ik een moeder heb die in Sint-Joost woont, die in een zeer diverse groep woont, geconfronteerd wordt met een samenleving daar in Brussel met heel wat uitdagingen. En ik denk dat het goed is dat we, ook al wonen we vandaag misschien in witte buurten en werken we in witte organisaties en zo verder, dat het goed is om regelmatig terug te gaan eigenlijk naar de basis en vaak misschien ook wel ons discours aanpast aan de realiteit. Ja.